het is vandaag vrijdag en ik ga straks gaan werken. En na mijn werk ga ik meteen doorvertrekken op vakantie. Ik ga met vriendinnen naar Luxemburg en we gaan daar de stad een beetje verkennen. Ook een paar roadtrips vanuit Luxemburg doen, dus een beetje andere plaatsjes in de buurt bezoeken. En ik ben mijn koffer aan het maken. Ik ben de laatste dingetjes aan het klaarleggen. En dan kan ik vertrekken naar mijn werk. Mijn koffer is bijna gepakt. Het zit goed vol. En dan heb ik hier ook nog wat spulletjes die ik moet overdragen. Van deze handtas naar mijn andere handtas. En ik moet mezelf nog klaarmaken. Dus het wordt een race tegen de klok. Mijn koffer zit in de koffer in mijn auto. En ik kende dat je op het laatste moment nog van alles bij elkaar raapt. En dat dat maar in een zak stopt. Uiteindelijk is die zak echt heel goed gevuld. Dus ik hoop dat ik alles mee heb nu. Ik heb gedaan met werken. Het is ongeveer 11:15. En het was nog een vrij heftige vrijdag voormiddag. Ik heb nog veel kunnen doen. En nu kan de vakantie echt beginnen. In Luxemburg. En dit is onze kamer. Als je hier binnenkomt, dan heb je de badkamer. Hier heb je een tweepersoonsbed en dan heb je boven nog twee kamertjes. Maar ik vind vooral het uitzicht heel mooi. En daar heb je het kasteel. We zijn hier aan het wachten op onze eten. Zaterdag, gisteren hebben we nog in het hotel gezwommen. We hebben nog een beetje spelletjes gespeeld. En nu zijn we op weg naar de bakker. We gaan eens zien waar dat hier is. We hebben net ontbeten en we gaan vandaag het kasteel bezoeken. Je ziet het kasteel achter mij. En, we gaan daar naartoe, normaal gezien met een stoeltjeslift. En dan gaan we daar wandelen en het kasteel bezoeken. Dus ik ga jullie vandaag terug meenemen in de blog. We gaan straks helemaal naar de top van de berg met de kabelbaan. Eigenlijk wel eng, maar ik denk dat het wel mooi is achter ons. En we zijn bijna aan de top. Dat is het dorpje en daar is het kasteel. En daar gaan we nu naartoe. We hebben op onze kamer gegeten en we hebben ons ondertussen omgekleed, want we gaan nu terug een wandeling maken. We moeten helemaal naar boven om iets van water te zien, dus ik ben benieuwd. Ik heb een pizza besteld en we zitten hier terug aan het water. Ja.
in een dorpje op 40 minuten van Vianen. En hier is een meer waar je eigenlijk een beetje kan chillen en in het water gaan. Dus dat zijn we nu aan het doen. We hebben een hele namiddag aan het water, aan het lake gelegen. En nu zijn we in het dorpje en we gaan het zoeken om te eten. We gaan vandaag kajakken, dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat gaan. We zijn een beetje in Luxemburg aan het rondstappen en we hebben hier een heel mooi uitzicht op de brug. We zijn een klein beetje gaan shoppen. Ik heb hier bij Sephora een paar dingetjes gekocht en nu zijn we hier een beetje aan het chillen. Vandaag zijn we in Luxemburg en we zijn hier op een plaatsje waar ze echt super lekker cocktails en eten hebben.